Dag Kim, waar ben jij op dit moment? Ik zit op de 18e verdieping van een megahotel in New Delhi. Oh my god, en wat zit jij precies in New Delhi te doen? Ah wel, op weg naar Bhutan hebben wij een tussenstop van 2 dagen in Delhi. En vandaag was het New Delhi op het programma en morgen Old Delhi. Super, en wat heb je vandaag allemaal ontdekt? Vandaag heb ik ontdekt dat over Dubai naar Delhi vliegen, dat behoorlijk vermoeiend is. En dat als het programma dan direct start, dat het pittig is, maar wel de moeite waard is. Dat heb ik ontdekt. Ja. Wat heb ik ontdekt, is dat het hier een propere stad is. Dat is wel raar om te zeggen, maar het stuk waar we nu zijn, New Delhi, is echt heel Brits aangelegd en is echt heel modern, ziet er modern uit. En als je natuurlijk de zijkantjes bekijkt, dan is het minder mooi, maar toch. Wat bedoel je precies met de zijkantjes? Dat er hier heel wat armoede te zien is op straat ook. En dat van als dat je als Westerse toerist hier durft je hoofd te laten zien, dat je 1 populair bent voor selfies. En 2 ook voor het geld uit je zakken te proberen kloppen. Ja. En dan, kijk. En kadert dit al in de zoektocht naar het bruto nationaal geluk dat je in Bhutan gaat tegenkomen? Het is eigenlijk vooral een beetje inleiding. En ook eens kijken hoe dat hier het samenleven verloopt en hoe dat de samenleving hier probeert er geluk uit te halen. Want het is geen evidente samenleving, grote kloof tussen arm en rijk. En toch hebben we gezien vandaag dat er ook binnen heel die problematiek heel veel mooie dingen kunnen gebeuren. Kan je zo'n een concreet voorbeeld geven van zo'n mooi ding? Ja, we zijn op bezoek geweest in een Sikh-tempel. En Sikh staat erom bekend dat iedereen gelijk is. Hè? Arm, rijk, man, vrouw. Iedereen is gelijk voor de wet, maar dat klinkt raar. Maar iedereen is gelijk. De basisprincipe van een Sikh-tempel is dat er gegeven wordt. Dus in deze tempel komen 10.000 tot 14.000 mensen per dag een gratis maal eten. Ja. In het gemeenschap opeten. Dat wordt allemaal door vrijwilligers klaargemaakt. En dan verdeeld. En dat is eigenlijk de bijdrage dan tot de samenleving, tot het geluk van iedereen. En dat was wel heel indrukwekkend. En zijn dat dan de rijkeren die geven en de armeren die nemen? Of niet per se? Nee, eigenlijk iedereen komt eten, zowel rijk als arm, en dat kon je heel goed zien. Het enige is dat de armen niets betalen en dat de rijken eigenlijk ook niet echt betalen, maar wel door donaties van bloem en rijst en suiker en dergelijke het project meedragen. Oké, super. En jouw takeaway van dag 1, hoe zou die klinken? Sharing is caring. Ik denk dat dat een mooie samenvatting is. In het delen van het gemeenschappelijk goed ontstaat er iets heel moois, een heel grote samenhorigheid tussen mensen. En we hebben ook dan daarna nog de Lotus-tempel bezocht. Ja. En dat is eigenlijk een gebedsplaats waar mensen van alle geloof samen komen bidden en mediteren. Wow. Dus en hindoe-gebeden die afgewisseld worden met islamgebeden, met katholieke gebeden, met pure meditaties. En iedereen kan daarvoor 10 minuten, een half uur, een uur gewoon meekomen volgen, komen zitten. En het is ook een prachtig gebouw, dat ga je wel zien aan de fotootjes. Oké, ja, die foto's die gaan we zeker ook delen. Als je zegt sharing is caring is mijn eerste takeaway van deze prachtige reis, dan ben je al heel goed begonnen met dit allemaal met ons te willen delen, hè? Dat is met veel plezier. Ik ga hier proberen nog een beetje te bekomen voor we aan het avondeten toe zijn. En dan hoop ik jullie morgen fris en wel terug te zien na een verkwikkend nachtje slaap. Voilà, en dat is dan in Old Delhi dat we jou terugzien morgen? Oké, super. Spannend, dat is toch wel iets heel anders. Op welk vlak? Wat kunnen we verwachten? Ja, dat is chaos. Hè. Dat is geen gestructureerd stratenplan. Dat is geen gestructureerde maatschappij. Dat is alles en iedereen door elkaar. Dus dat wordt een uitdaging. Allee, vooruit. Ik zou zeggen, veel plezier daar buiten jouw comfortzone. En heel graag tot morgen. Heel graag tot morgen. Dag.